Applaus voor Jolies. Ja, aanstaande zaterdag 9 november is het 30 jaar geleden dat de muur viel. Vandaar deze ballade van de DDR-frust. Ik denk graag na over hoe het was, alles en iedereen volkomen in de pas, in de klas van opgeschoren pikken, maar met Fokuhila-kapsel. Maaiden we het gras voor de voeten van de kleine verklikkers weg. We beten de kat en de hond, altijd waren anderen de klos. Onze bommenhuid, onze jas, onze schedelplaats, ons thuis. We wisten niet wie de Joden waren. We wisten niet wie de Russen waren. Maar we wisten wie de nazi's waren. De nazi's kwamen uit het Westen. Daar vond de werkelijke hakenkruizen smeerlapperij plaats. En het kapitalisme is een voorstadium van het fascisme. Zo schreef ik volgzaam in mijn heimatkundeschrift. Onze nostalgische geschiedenis gaat over hoe het was. Alles en iedereen in de marcherende pas, in die klas van opgepoetste laarzen en gewassen dikke nekken, waar we zongen van soldaten marcheerden voorbij de hele compagnie en als we groot zijn willen we soldaten zijn als zij. Ik wilde een Chinese oplossing, het Tiananmenplein in Leipzig en Berlijn. Ik wilde een Mokarov-pistool stelen om een oorlog uit te lokken. Maar die opper-indiaan moest weg. Ik zag voor het eerst een kiwi en dacht dat ik in een hamster beet. Ik wil dronken worden van kirschwasser, een moncherie uit het Westen. Eeuwig in het wonderland van curry, worst en deuner leven. De desintegratie begon op televisie. Met huilende mensen, stijve mensen, grijze mensen, afgewezen mensen. Voor schoorstenen en fabriekspoorten. Altijd gaat er wel iets dicht. De droefenis drong ook door tot ons leven. Vader gaat terug naar het dorp en zit maar bij de garage. Moeder werkt tijdelijk in de schoonmaak. Ik ben langspeelplaten entertainer. Maar er is geen reden meer tot feesten. De muur is platgestampt. De kater ligt op de bodem van de fles. En die ouwe werkt me op de zenuwen. We pakken de Dacia en doorkruisen het land op naar de volgende McDonald's langs de snelweg. Mijn vader was altijd al rechts, zegt Horst. Daarom had hij problemen met de communisten. We pissen op de motorkap van een Westie. Rechts of links is een kwestie van kleding, kapsel en innerlijke houding. Ik moet wegrennen, dus ik ben links. We houden onze pas niet in. De onderklasse heeft zijn eigen ritme. Het bomberjack een tweede huid. Dit maagdelijk gladde hoofd ons nieuwe thuis. En ja, ook jij kunt sterven. Denk niet dat je veilig bent omdat je wit bent. Wie anders is en wie niet, dat is niet aan jou. Het kunnen net zo goed Wolfgang en Horst zijn als Mahmoud en Farid. Ik denk graag na over hoe het was, hoe je de kleine verklikkers de pas afsneed, die de partijpasjas pijpten in hun villa's aan de Oostzee en met hun reetveter schudden op schwarzbraun is die hazelnoes van Heino. Hoe we keeseigel met kummerling nuttigden. Hoe we droomden van indianen, van vuurland, van Weense walsen. Maar we bleven altijd maar thuis in onze cel en hebben geen andere tijd als deze. Vrijheid was te weten dat je weg zou kunnen als het mogelijk was. Maar nu zwerven we rond met een ongeneeslijke nostalgie onder de arm. Goed. Yeah.